Ik weet niet om te lachen hoor, maar ja. Wat moet je anders doen? Jongen, jongen, kijk toch eens een keer, jongens. Moet je zien, er komen erachter, komen er nog twee naast elkaar. En ze spuiten het vandaag. Weet je wat het is? Ze zijn helemaal in paniek. Weet je waarom? Ja, omdat we erachter komen wat er aan de hand is. Dus ze zeggen, ja, ze weten nu wel dat dat spuitje niet bedoeld was voor COVID. Certification of vaccination ID. Dat is het. Maar je ziet het, ze gaan echt met honderden komen ze vandaag weer over. Want, ja, zit bio zit erin. Een bio-wapper. Of bio-wapper zit erin. Met die wapper worden we dan allemaal, ja. Hoe noem je dat ook weer? Dan worden we met z'n allen. Dus, ja, en, ik zat weer eens te luisteren naar professor Bakti. Professor Bakti. Jongens. Kan toch niet? Dus, en achter me ook, hè, honderden strepen. Ik ga het niet eens meer filmen. Ik ben er klaar mee. Ik wou het eigenlijk niet filmen, maar ja, je kijkt uit je raam en je ziet dit. Goedemorgen Nederland, zeggen we dan. Nou, het is om te janken als ik er naar kijk. En wat ik ook zo erg vind, voor de Nuremberg-code, ja, dan mag je kinderen helemaal niet met een genetisch gemodificeerd gen inspuiten zonder hun medewerker. En wat die leraren doen, die dokters en iedereen, politie, rechters, allemaal, hè. Nou, dit wordt een burgeroorlog. Zie ik nou aankomen. Burgeroorlog wordt het. Och, jongens, twee nou, die kijk. Mooi, hè? Doe me voor jou, zegt Bill. Hè? Die Epstein bezoeken. Doe me voor jou. Zo gaan we de zon blokkeren. Voor de klimaat te redden. Ja, lief, hè? En ondertussen koopt hij alles op. En vult hij zijn zakken. En jij krijgt de schuld. Dat de aarde kapot gaat. Nou, ik kan je nu al vertellen. Er is maar één. Of nou ja. Ik doe dit niet, dat kan ik je wel vertellen. Ik doe dit niet en ik zou het nooit de aarde kapot maken. Alle insecten, bossen, bomen, planten, dieren, vlinders, dat zou ik niet doen. Nee, ik hou van deze natuur. En hun gaan alles genetisch gemodificeerd maken. Met genetiek, en dan gaan ze alles patenteren en dan mogen wij niks meer. Zero. We zien jongens, moet je kijken. Wat een strepen, jongens. Oh, dat houdt nooit meer op. Dat houdt. Ze gaan er niet meer stoppen, dat kan ik je wel vertellen. Elke dag, jongens. Bop. Verenigde Naties. Fijn, zeg. Poeh, wat fijn, Verenigde Naties. Nou. Ja, dus... ik ben er beroerd van. Als je hier elke dag naar moet kijken, dat is toch niet normaal? Ik vind het niet normaal. Jongen. Hol op! Dus professor Bakti. Die moet je maar eens bekijken. Moet je naar luisteren. Hij zegt. Wat ze nu gedaan hebben is. Hebben ze de auto-immuun en de hele teringzooi hebben ze geactiveerd. Kunstmatig. Ja. Je lichaam is er helemaal in een soort oorlogsstaat, zegt hij dan. Dus met andere woorden, als er dan iets gebeurt. Zelfvernietiging krijg je dan. Ik zeg, wat? Ja, zelfvernietiging. Ik zeg, oh. En dan ja, wordt iedereen ziek en gaat dood. En dan geven ze de mensen die niet gevaccineerd zijn, zegt hij, krijgen de schuld. Dus ze hebben gewoon bedacht dat er een burgeroorlog opstand iets moet komen. Dat iedereen dood en dat ze elkaar als rotten. En ondertussen gaan hun lekker achteraf zitten en met de kijken zo van, haha. Hoe dom kun je ze maken? Ja, nou behoorlijk dom.